Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Hij gaat schop en dan maak aan zijn kop uitgetrokken. Daar bent u voor veroordeeld. Dat is geen war. Dat is wel. Ja, kijk ik je vertellen hoe dat zit. Allee, vertel op. Dat was een container. Nee, dat was geen container. Zweeg nu een keer. Zit ik even voor u te stellen? Hij had er een foto bij gestoken. Hij moest zwegen. Hij heeft me staan opwachten en hij heeft me met opzet afgereden. De buurman is gewoon een onbeschofte man waar wij niet kunnen mee praten. We kunnen niet meer praten. Hij heeft mij zo leus vandaag. Kom, jongens, salut. Blijf erbij. Ik ben onderweg naar Ede, een piepklein dorpje vlakbij de Belgische grens in het rustige Zeeuws-Vlaanderen. En wat kan daar nou aan de hand zijn, hoor ik u thuis denken. Nou, heel wat. Want Ede is al jarenlang het strijdtoneel van een hele heftige vete tussen Johan en zijn buurman. En dat gaat er bij tijd en wijle niet zachtzinnig aan toe. De buurman heeft letterlijk gezegd dat hij mij dood wou hebben. Dat hij liever had dat ik dood was. De buurman Walter, die een bloeiend boerenbedrijf runt, kan na al die jaren Johans bloed ook wel drinken. Want wat Walter ook doet, de buurman zit hem altijd dwars. De buurman heeft mij een keiharde slag in mijn nek gegeven. Zoiets is toch niet normaal? Dat doe je toch niet? Inmiddels is er zoveel gebeurd tussen beide mannen, het is eigenlijk gewoon te veel om op te noemen. Maar in een notendop draait het om een sloot die beide erven van elkaar scheidt. En over scheid gesproken trouwens, er is ook nog een boel gedoe over koeien. Kortom, hoogste tijd dat meester Visser naar Zeeland komt om deze beerput eens even flink open te trekken. Onze boerderij bestaat dit jaar 95 jaar. Dus dat is iets van opa, mijn vader. Ik was de derde generatie. Mijn zoon is de vierde generatie. En we zijn trots op ons bedrijf. Kom maar. We zitten hier voor een gevalletje dat er speelt van de jaren 63. Maar de buurman die wat grond wat dichter komen kopen. En nu begint het weer opnieuw. Dus eigenlijk door een sloot dat ertussen ligt. Dus hij ploegt die sloot, is al half dicht geploegd. En het water kan niet meer weg. Kijk, dat was hier vroeger het einde van ons, van onze eigendom eigenlijk. En hier aan dat slootje, dat was van buurman Vermeer. En Varie, Johan Varie, die gebruikte hij dat om zijn paarden in te weiden. Dus op een zekere moment zegt buurman Vermeer, we willen het verkopen. Dus dan hebben we, zodoende hebben we dat gekocht. En ja, dat is Varie, ja. Ja. Dat is voor hij kwaad, gewoon heel kwaad, omdat hij er zijn paarden af moest. En ja, daar zat hij nog dichter bij onderdonken. Kijk, dat is nu de sloot. Dat is eigenlijk nog de diepste plaats waarom we staan. Maar verder achterin is het nog veel ondieper. En dat is gewoon van vete dicht met die trekkerterrein. Hij rijdt dan gewoon dicht. Het is gewoon een grondjespikker. Ik denk dat hij zegt, we gaan daar een grote sloot laten. Als het later verkocht wordt, onderdok had misschien niet zo makkelijk kunnen komen. Want anders zou nog zijn boertje komen. Ja, wat te koop komt, kopen ze spel om. Ja, want de dag wordt het verkocht. Hij wil de grond toe aan de huizenwening. Dat komt al naar hem. Hey, en nu zit hij wel te wachten op dat, maar daar moet hij niet op wachten. Dat is van mij en daar komt hij niet aan. Zeeuws-Vlaanderen. Het is even een stukje rijden, maar dan heb je ook wat. Ik vind het een mooie dag om mezelf eens onder te dompelen in het echte boerenleven. Even oriënteren. Dit hier is het huis van Johan. En dan zes weilanden verderop, daar woont Walter. Maar u weet het, hè? Hoe meer ruimte, hoe meer... Ruzie. Ze zeggen wel eens, de hond lijkt op zijn baas. Maar als die ook zo verkeerd gaat, is even kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Johan. Ja. Ha, daar heb ik de goeie. Ja, de goeie. Victor. Victor. Ik kom kletsen over de ellende met de buurman. Ja, dat is en dan mooi. Kom ik hier aanrijden en denk ik, zo'n mooie omgeving, zoveel ruimte. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, en toch gebeurt het. En toch gebeurt het. En toch gebeurt het. Laten we gelijk de koe bij de horens vatten.
Dat is hier de sloot. Dit is de sloot? Dat is de sloot. De sloot waar het over gaat. Ik had er persoonlijk iets meer van verwacht. Ja, maar die is wel al verondiept en vernauwd. En hoe komt het dat die zo nauw geworden is? Omdat hij de grond tegen de draad geploegd hebt. Dat doet de buurman? Dat doet de buurman. Want hij rijdt met zijn trekker, doet tegen de paal, met zijn wiel. En dan had hij die kant naar hier geploegd. Ja. Die grond. Hij ploegt hier zijn land, de ja. buurman? De ene jaar naar de andere kant en het ene jaar naar deze kant. En jij zegt, hij ploegt steeds meer land... Bij? Bij. Dus hij maakt eigenlijk zijn eigen land steeds groter. Nee. En hij maakt de sloot steeds nauwer. Met als gevolg? Natte voeten. Dat water niet meer bij kan en dan de buren onder water komt te zitten. Ja, en jullie? En hier komt het in de wei te staan en dat is de bedoeling niet. Waarom doet de buurman dat? Het is een grondjespik. Ik wou zeggen, volgens mij overal waar ik kan kijken nu... Is hier van hem. Hij denkt dat hij God almachtig is. Dus hij neemt, hij sproeit, hij ploegt, hij doet gewoon wat hij zin in heeft. En als hij dat zegt, dan is dat niet, maar ik doe wat ik wil. Oké, tot zover de sloot. Speelt er nog meer? Ik ben er nou toch. In eigen verder staat de schuur. Er zit in de winter een 300 koeien in. Zo. Maar als de schuur wordt gemest en de deuren staan meestal open omdat het gemest wordt, ja, dan hebben we last van de stank. Mm. Ja, nu wou ik eigenlijk de was ophangen, maar dat lukt niet altijd. Aangezien de buurman gemest geeft en allemaal die geur. En dat is niet aangenaam om zo je was te moeten buiten hangen. Omdat die stang die is zo akelig en dat kruipt dan in je was. Als je dat staat af te drogen of je hebt gedoucht en je pakt dan die handdoek, dan ruik je het nog een keer. Nou, denk ik wel. Waarom ga je dan op het boerenland wonen? Ja, maar waarom komt dat bedrijf hier? Omdat het misschien agrarisch gebied is. Ja, agrarisch gebied. Dat is een bedrijf. Als er hier een bedrijf zit voor 100 koeien, dan wordt er niet over geklaard. Jij maar vindt het te groot? Maar hij gaat naar 500. Oké. Okay. Hij gaat uitbreiden. Hij gaat uitbreiden. Nou, we gaan een kopje koffie drinken. Als God in Zeeland, zeggen we dan. In Zeeland. Als je geen ruzie met de buurman hebt. Die laat je afzonderlijk. Oké, ja, lukt dat een beetje? Want hoe lang wonen jullie hier nu? Oh, ik ben hier geboren. Oké, dit is jouw ouderlijk huis? Dat is mijn ouderlijk huis. En toen ik net even binnen was, liep ik al langs een fotootje. Waarschijnlijk jouw moeder, want die leek heel erg op jou. Ja. En die woont hier niet meer? Die is overleden. Oké. Dus ook wel heel verdrietige dingen meegemaakt ja, hier. Ja. Kendoven wil ik ook niet weg. En daar word je wel nog wel een keer mee geconfronteerd van de ander. Heb je het gevoel dat hij jou probeert weg te jagen? Oh ja, hij heeft wel al een keer gezegd, het komt allemaal naar mij. Dat zegt je op meer plaatsen, maar dan moet hij niet op rekenen. Ik ga niet toch niet weg. Zoals ze dan zeggen, heel oneerbiedig, je gaat hier pas weg tussen zes planken. Tussen zes planken. En wat is het voor man? Als je kan een kloot afdragen, dan is het niet vergeten. Ik spreek zelf geen Zeeuws, maar dit heb ik begrepen. Als hij een bal kan afdraaien, ja, dan doet hij het. Ja, dan doet hij het. Dat is een pittige beschuldiging. Ja, maar dat mag gezegd worden. In 1998 dan was er een sloot gedolven. En van het waterschap was alles perfect uitgezet. En een week na de rand dan kwam ik daar en dat was de paal verzet. Dat was een meter verzet. En de zaterdag had ik gezegd tegen mijn zoon, ik ga die paal terugzetten, want dat kan niet blijven duren. Toen zijn Walter en zijn vader afgekomen. Dan heb ik om één keer een klap in mijn rug gehad. En dan ben ik aan mijn bodywarmer vastgepakt. Toen ben ik in de sloot terechtgekomen. En dan zaten ze met twee op mijn neus te bongen. En al het bloed kwam al in mijn mond. Dus ik kon dus geen asem meer naar. Gelukkig aan mijn zoon teruggekomen is, want anders had ik hier niet meer gezien. Maar dit vind ik heftig, Johan. Ja, maar wat ik nou hoor. Dat is toch niet normaal? Dat ja, maar het is niet of normaal. Doen ze dat hier zo op het boerenland? Well, van hem kan je van alles gaan verwachten. En toen? Hoe is het vanaf dat moment verder gegaan? Well, dan had hij drie keer een poging gedaan voor mij al ver te rijden met een trekker. En toen in 2014, dan is het wel gelukt. Maar dan ging ik met mijn partner daar, naar de wei. Ja. En hij stond met hun erop te wachten. Kom maar. Ja. Dus tegen dat ik daar langs kwam, dan kruipt hij in zijn trekker. En als ik daar langs kom, nog een meter of 10, draait hij zo de weg over. En dan is hij al een keer met volle hang is hij teruggekomen. Dan is hij eerst met spatbord
tegen dat paard gereden. Dat paard sprong vooruit, dus ik viel al ver. Dus de fiets viel al zo plat, dus ik zat er met mijn been onder. Hij heeft je dus ingehaald? Ja. En hij is keihard achteruit gereden? Keihard achteruit. En heeft het paard en jou geraakt? Ja. Maar daar is gewoon toch een poging tot doodslag? Ja. Dat zei de politie ook. Want de politie heeft mij met z'n biet 1 en 2 opgebeld. En toen? En dan hebben ze mij naar het ziekenhuis gevoerd. Ben je bang voor? Nee. Maar ik waar. En waar ben je bang voor? Dat het echt mis gaat. En dat het dan niet zo goed afloopt als juist het tot nu het geval is geweest. Ja. Meester Visser komt vandaag deze kant op. Die zit op dit moment in de auto. Ja. Wat is jullie eis voor meester Visser? Nou, onze eis is eigenlijk dus dat hij de sloot niet meer verder dichtploegt. Dat hij in het weekend deze stal niet meer uitmest, ja, voor de stankaaien. Geen last meer van stank. En, last but not least, lijkt mij wel verstandig, rust aan de kop. Ja, rust aan de kop. Het is mij duidelijk. Tot zometeen. En de ganzen zijn het ermee eens. Ja, dus... Tot zo. Doei. Hoi. Dat is het dan. Het boerenbedrijf van boer Onderdonk, oftewel Walter, zou een lastige man zijn dus, die nogal last heeft van expansiedrift, dus van meer, meer, meer. En hij zou beschikken over een flinke rechtse hoek. Nou goed, met gevaarvrij leven gaan we op zoek naar boer Walter. Hoi. Hallo. Kijk, hier wordt hard gewerkt. Victor. Hallo. John Onderdonk. John Onderdonk. Onderdonk. Kijk, zoon van Walter Onderdonk. Meneer Onderdonk. Goedemiddag. Groot grondbezitter van Ede. Nee. Er wordt hier hard gewerkt, zie ik. Ja, dat is die vierwerkkant-dingen. En wat staan jullie hier te doen? Dat was de oude schuur. Dat is niet meer van deze tijd. En hier komt een nieuwe schuur. Oh, we moeten groeien. Stilstand is achteruitgang. Juist. Maar het is een mooi leven, volgens mij. Ondanks alle regels die er zijn, maar het is een mooi beroep. Luister, de regels van de staat, dat is niks. Dat valt mee. Dat valt best mee. Maar de regels van de burgers, dat is veel anders. Ja, van de buren bedoel je? Buurt. Buurman Johan. Juist. En die weet altijd wat. Die weet altijd wat. Want wat heeft hij gedaan dan? Dan heeft hij bezwaar ingediend. Oké, die heeft bezwaar ingediend tegen de nieuwe schuur. Tegen de nieuwe schuur. Waarom doet hij dat? Jaloersheid en jaloer... Voor ons te kloot. Voor ons gewoon te kloot. Voor ons te pas. Dit zijn toch valse streken? Waar? Ik bedoel, en van hem hoor ik dezelfde valse streken over jullie. Oh, dat dat jij hem dan hebt opgewacht met de trekker. En dat er een paard is aangereden. Je weet wel ook over welk moment ik het heb. Ik weet heel goed welk moment dat is. Wat is er dan gebeurd in jouw ogen? Ik kreeg ongeveer hier. De aardappels die stonden zo lang. Dus daar zie je gewoon niks. En hier is een harde knal. Boah! Dus ik ga gewoon kijken. Ik ga naar verder en kijk als een beetje in de loof. Ik zie er allemaal eens harven liggen. Van die grote glasharven. Dus een bepaald iemand heeft dat ingeleid. Ik weet niet wie, maar ik heb wel vermoedens. Dus ik heb een emmertje bij mij en een schop. Ik doe dat in mijn voorlaaier en ik draai me om. Ik zie Farida komen op een afstand van 30, 35 meter met zijn paard. Aan een touwtje zie ik hem zo komen. En eerst spuugt hij in mijn gezicht. Nee. Hij spuugt in mijn gezicht. Ik zeg tegen Farida, waarom moet je nu in mijn gezicht spugen? Geen commentaar. En dan met een reiterend gezicht reed hij verder. Dus ik reed achteruit. Ik wil hem voorzien. En zei Farida, waarom spuug je me gezegd? Wat is de reden daarvan? Ik was iets te vroeg afgesneden en Farida was iets een beetje snelheid gemaakt. En zodoende reed ik met mijn trekker op de achterkant van zijn fiets. En zijn fiets, het achterwiel was paraplu. Ik hoor het al. Je hebt een heleboel te vertellen. Goh, heel veel. Zullen we eerst eens eventjes naar de koeien gaan? Want je weet dat daar ook een boel over te doen is. Zo. Ik ben benieuwd even naar de dames. Kijk, daar staan ze. Van jong tot oud, volgens mij. Ja. Wat betekenen die beesten voor jou? Alles, dat is ons levenswerk. Want je weet dat de buren een groot probleem hebben met jullie levenswerk. Ja, dat weet ik. Schijnbaar wel. Schijnbaar wel. Want de buurman zegt namelijk dat jullie altijd mesten op zaterdag. Dat is ook al onzin. In het weekend, als zij lekker vrij zijn, de was hebben buiten hangen, op het terras zitten. Dat gaat gebeuren dan met weekend mesten. Dat kan. Ik zou het niet weten, mogen we daar niet bij. Maar stinkt dat dan? Ja. En jullie vinden waarschijnlijk niks meer stinken. Dat jij naar het wc gaat, riekt het al lekker. Nee. Ja, nou maar. Roosjes trouwens. En hoe lang duurt dat? Ja, niet zo lang. Dat is precies hetzelfde. Moeten we het over mij? We hebben het over de dames. Precies hetzelfde. Dat je dat doet, maar dat koort, dat gaat ietsje anders rieken. Hoe lang duurt dat? Kwartiertje. Voor mij blijft geen 3 weken liggen. Dat heeft mijn straf aan onze wasdraad, hangt die net naast. En mijn kleren rieken dan niet op, mest. Nee. Ja.
En de man al een keer of vier controle had van de gemeente. Dus dan komen ze in de schuren. Ik zei, nee, jongens, waarom doe je nu eigenlijk controle? Waarom kom je nu controleren? Doe je dat bij iedere boer? Die zeggen, jullie worden eruit gepikt omdat er een melding is. Omdat er het stinkt, geluidsoverlast, vliegenoverlast en last van ongedierte. Ik zei, van waar komt die klacht? Die zegt, ik mag je genoom noemen. Dat zegt hij. Ik wist genoeg. Ondertussen hebben we al een heleboel toestanden gehad. En heb ik ook begrepen dat er twee koeien gesneuveld zijn. Ja. Het is namelijk zomaar een hutterkunstmaatstand gooien. Ja. En ik stond met mijn trekkertje op de dam voor Van Rieseland. Dus ik pakte gauw even de fiets en kreeg gaan kijken. En ik kwam de vraag was, wat sta je hier te doen? Want jij zag de buurman in de verte en die stond met zijn trekker in de herfst. Maar daar had hij niet in te komen, jij. Ik zet op mijn trekkertje, dat kleine trekkertje, zo'n beetje gedrooid. En Van Rie komt eraan gefietst. Van Rie passeert, die zet de fiets aan de kant. En die passeert mij op mijn trekkertje en die heeft me een klap aan mijn nek. Zonder iets over zonder wat iets nek, te zagen, met zijn blote hand. Ja, met zijn blote vuist. En ik zat in die container, ik zag het gebeuren. Nee. Ik zei, godverdomme, ik zei, wat doen? Ja. Hij zei, je mag niet op mijn land staan. Ja. Walter stond voor mij, die had een grote kop haar. En dan heb ik naar zijn hoofd gesprongen. En dan heb ik hem een ruk gegeven dat je op zijn knieën zat. En dan ben ik achteruit 60 meter ver gegaan. Aan zijn haar? Aan zijn haar. En zo hard dat die zoon in mijn zij schopte. Ik heb aan zijn haar getrokken en gedraaid. Het ging hard, hoor. Steek het dan niet weg. Ik weet niet waar ik hoor. Dus Van Rie is weggelopen. En je zei, binnenkort krijg ik jullie wel. Ja. Dat zijn de woorden dat je ja. En vlak daarna... 14 dagen na die... Twee koeien dood. Dus je denkt dus echt dat de buurman toen jullie koeien vergiftigde? Ja. Ja. En je zelf eens eet. Maar je zei, binnenkort krijg ik jullie wel. Dus 14 dagen na die had hij ons. Ja. Nou goed. Laten we even naar de sloot. Volgens de buurman vernauw jij de sloot. Dat is onzin. Onzin. En daardoor heeft hij last van natte voeten, zegt hij. Ja, maar ja. Wij aan horen zeggen dat hier, tanden van de sloot, hier moet er een drainagebuis naar de weg lopen. Maar werkt hij ook? Vroeger nog bogen ze wel. Vroeger wel. Ja. Maar nu? Nu heb ik ook al een keer horen zeggen dat hij de tanden van de buis dat hier wel heeft ingestoken. Zodat een stad water hier niet weg kan. Wat zou hij erin hebben gestopt? Vodden. Vodden? Vodden. Om hem te verstoppen, expres? Ja. Maar waarom zou hij dat doen? Dat is mij altijd de vraag. Hij kloot ons. Dat is een fulltime hobby. Ja? Hoe kan met de buurman kloot? Die doet niet anders. Dat is geen leuke buurman. Nee, varen van. Dat is een rot buurman. De buren hebben als eis dat er een einde komt aan de geluids- en stankoverlast van de koeien. En dat er een goede sloot komt. Ja. Hebben jullie een tegeneis? Ah ja, dan we gewoon onze stal mogen verder zetten, dat hij alles intrekt. Ja. En dat er rust komt. Ja, dat er rust komt. Toch? Ja. Ik kom jullie zo meteen weer halen als de meester onderweg is. Ik heb wel zin in een kopje koffie eigenlijk. Ah ja. Wat mag ik? Maar een pintje drinken. Oh, biertje, nog beter. Het is een hele moeilijke zaak vandaag. Mede omdat we te maken hebben met twee mannen die na al die jaren van ruzie inmiddels gewoon een bloedhekel aan elkaar gekregen hebben. Daar kunnen we gewoon heel eerlijk over zijn. De laatste keren dat ze elkaar zagen, gingen ze vechtend door het weiland en werd er vooral gesproken met de vuisten. Ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat. Ik hou een beetje mijn hart vast. Maar goed, hoe dan ook, meester Visser is onderweg, heeft een deskundige meegenomen. Een man die alles weet van het boerenland. Ik heb met beide partijen afgesproken, hier recht voor het erf van Walter. Kijk, Sabrina en Johan staan klaar. De buren komen eraan. Hallo. Goed, dan staan we dan op neutraal terrein, toch? Dat klopt. Ja. Johan, jij staat nu strak de andere kant op te kijken. Zo, we hebben hem niet zien in zijn zicht. Ik wou net vragen, geef hem elkaar nog een hand? Ja. Wil je hand geven? Nee, ik geef geen hand. Maar kijk naar de andere kant. Ja. Hoe moet je dan met die man kunnen communiceren? Heb jij hem ooit in zijn gezicht gespuugd? Ja. Nooit van zijn leven. Ik dacht door de eer te oplagen op God, op alles, 100%. Ja. Had hij me gezegd. Ik heb gezien wat er gebeurd is. Ja, ik ook. Waarom rij je hard achteruit en rij je mijn vader omver? Waarom? Je hebt me naar mijn gezicht gespuugd. Het was echt snot. Walter, ik vind dat het lafste wat je kon doen. Dat doe je niet. Daarachter de noos weer. Ik wil nog even naar een paar andere aanvaringen toe. Er zijn namelijk twee koeien vergiftigd. Ah, waar? Daar gaan we het over in. Er zijn twee koeien vergiftigd. Heb jij die koeien vergiftigd? Nee. Nooit maar we gaan het over anders beginnen. In juli 2005, daar staat hij in mijn vrucht. Dan heb ik gevraagd wat je daar stond te gevraagd? Doen. Aan hem, hij zat in de trekker, hij moest weg.
Ja, daar ben jij van de trekker afgekomen en dan heb ik gedacht, oh, ik moet hier geworden zijn, want in 1998 heb je me ook te weten wat leven gebracht. En toen nu dacht je, ik pak je. Ik pak je, dan heb je bij je kopaar gepakt, dan heb je 60 meter dirtland getrokken. 60 meter? Ja, ja, 60 meter dirtland getrokken. En hij heeft me zijn geschopt. Ik kwam er niet bij? Maar godverdamme toch. Ik ben een Rus. Hij heeft me zo leus vandaag op, jongens, salut. Blijf erbij, blijf erbij. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent heel hard nodig. Is dat zo? Mag ik u voorstellen aan beide partijen? Ja, dit zijn Johan en Sabrina. Familie van Rie. John. Familie Onderdonk. Ja. Goedemiddag, Onderdonk. Ja. En de familie hier heeft heel veel last van de sloot en van de koeien. En de onderlinge relatie is de laatste jaren, nou ja, totaal. Dat had ik al begrepen. Heeft u mij nog nodig? Graag, blijf een beetje in de buurt. Ik blijf in de buurt. Dus we moeten wel allemaal werf op. Ja. Dit is de bestaande veestal. En waar moet de nieuwe stal komen? Dag. Maar het beroep loopt nog. Ja, maar ik ben overal geweest bij het ding aan mogen behandelen. We mogen bouwen. Op eigen risico. De gemeente zegt dat hij op eigen risico aan het bouwen is. En ja, als de gemeente dat zegt, als het niet goedgekeurd wordt, moet hij het afbreken. Hier zitten de stieren nu af. Vindt u het stinken? Stinkt het, meneer Visser? Ik geloof het nu niet. Je hebt dan gemest en je hebt over ik weet niet hoeveel grond ingevoerd. Ja. Vorige week geweldig veel werk gedaan in die stal. Dat alles proper lag. Ja, zo kan ik mijn stal ook in orde brengen. Dat is door de vloer. Dat is de vloer. Zo droog of wat? Dat is de vloer. Moest dat nu nat zijn? Dus dat toch dus op? Daar is het een beetje nat. Ah, ja, maar dat zakt in de grond. Maar dat is droog. Dat zag er fit en netjes uit. Vroeger anders is dat dan zo niet. Wij pesten niet door middel van mest. Dat is nog nooit in ons opgekomen. Eerst dat ik ervan hoor, dat ik van jong, hoe kan je zo denken? Maar hij denkt dus wel zo over de mens. Nee? Je denkt zo over de mens. En dan, ja, dan hebben we, even kijken, de sloot. Waar begint de sloot en waar eindigt? Waar gaat het begint van hun. Want ik heb op een tekening gezien een rechte sloot met een knik erin. Ja, Huntertuin. Nou, laten we daar eens dan even gaan kijken, want ik snap er niks van. Ja. Dat is de herenkleedkamer. Dat is duidelijk. Maar het is ook wel echt een man-tot-man gevecht vandaag. Ik zie hier deze sloot lopen, die maakt hier een bocht. Ja. Is dat niet goed dan? Wanneer? Want het water gaat niet meer weg. En wat wilt u dan? En wat ik wil, van die kadeste paal, rechte naar hunter. Waar het gewas ophoudt? Ja. Ja. Victor? Die is er niet. Greta, als jij even opneemt. Victor? Victor, waar ben je? Meester Visser? Ja. Zat eigenlijk even in een goed gesprek met de dames. Oh, maar ik heb je hier nodig eigenlijk. Heb jij iets bij je van een lint of zo? Ja, zeker. Want de heren wijzen mij wat aan. En dat moeten we een beetje inzichtelijk maken. Kom ik met het lint? Ja. To the rescue. Van Rie wil om schuin trekken. Ja. Ja, hebben recht, recht, hè? Zo, wij ook. Ik ook. U ook. Ja, hoor. Maar dat zou betekenen dat u het over 1.1 bent. Jo. Ja. Wij wonen een rechte sloot. Oh. En onze buurman wilde ook een rechte sloot. Dus. Probleem is opgelost. Geen probleem. Geen probleem. Een andere sloot op zijn land dichtmaken. Ja. Ja, die sloot willen dichtmaken. En die sloot. We waren het over één ding eens. Waarover? Nou, dat er hier dus een sloot gaat komen. Schuin. En daarvoor hebben we jou even nodig. Ja, een nieuwe sloot. Ja. Daar kom ik net vandaan. Ja. Nou, maar als we nu hier beginnen en je loopt naar de kadasterpaaltje. Ja, geel eind genoeg. En volgende keer laarzen meenemen, hè? Heb ik heus wel. Meester Visser met zijn pak en zijn hoedje op. Keurig in het pak. Tut. Oh, Victor, kun jij misschien even naar de andere kant van Thailand toe? Als je
van dat kadasterpaaltje naar dat kadasterpaaltje gaat. Ja, de grond die aan de verkeerde kant ligt, die gaat naar de buren. Ja, en dan wordt de grens opgeschoven naar gelang. Meneer Varie moet geen grond naar van ons. En wij moeten geen grond naar van meneer Varie. Waar is dan toch? Hier, kadaster. Ja, kadde. Midden in een sloot. Die paal laat je gewoon staan standaard. En met die paal kan je schuiven. Om meter om meter. Meter. Oh, ja, goed dat ik het nog even vraag. Valt het u ook thuis op dat ik altijd de rotklusjes krijg? Even kijken hoe ver Victor is. Victor, dat is een heel mooi plaatje hoor, dit. Als een jonge god kom je door het struikgewas. Als ik niet beter wist. Nou, doet zich een klein probleem voor. En dat is? Maar dat ga ik alleen zeggen als je belooft dat je niet boos wordt. We dachten dat eigenlijk van die kadasterpaal het naar die kadasterpaal ging. Maar nu hoor ik van beide heren dat kadasterpaaltje, ja, eigenlijk meer niet helemaal precies. Dus ik ben klaar? Nee, het moet weer opgeruimd worden. Dus, nee. We hebben alles besproken vanaf de stal, de stank en de sloot, het rechthek van die sloot. En dan stel ik voor dat we naar de hoorzitting gaan en dan gaan we over de zaak praten. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek gezien dat we vandaag dan wel met hectares grond te maken hebben, maar dat beide partijen geen millimeter naar elkaar toe bewegen. Ze zijn het over helemaal niets met elkaar eens. Hoewel, niet helemaal waar, want op het gebied van de sloot had meester Visser toch een kleine doorbraak te pakken. Maar hoe dit verder moet tussen deze twee licht eigenwijze families, ik heb geen idee. Het is in ieder geval tijd geworden voor de hoorzitting. Die vindt hier plaats in dit hotel-restaurant. En één ding is zeker, heel Ede zit in de zaal. Ik ga hem wel in de reen zien te vallen. Als die leugens heeft te klaar, ga ik erin vallen. En dan ga ik het dan gewoon zeggen. Om de kans hebben om ons te verdienen, dan gaan we ons verdienen. Maar je moet wel de kans krijgen. Welkom, we zijn hier in Aardenburg, in Zeeuws-Vlaanderen. En aan de orde is de zaak tussen de families van Rie en Onderdonk. Er is al heel lang ruzie. Maar het goede nieuws is, 20 jaar lang was u het nergens over eens. En vanmiddag, ja hoor. Op één puntje één. Ik denk, daar klopt iets hier niet. Ja, maar overeenkomen gaat blijven. Waarom zou het niet blijven? Oh, u kende, die zou gauw weer dicht liggen, de sloot. U denkt, nou zijn we het eindelijk eens na 20 jaar. Laten we eens beginnen met weer dat opnieuw ter discussie stellen. Ja, maar een vol vlies waar zijn armen ze streken niet. Ja. Nou. Victor, zou jij mij even kunnen helpen? Och, dat is altijd een wens geweest al. Ja, ik weet het. Wat wilt u? Nou, dat we het even zo neerzetten. Zal ik het naast u neerzetten? Ja, dat is misschien handig. Dank je wel. We gaan rekenen vanaf een kadasterpaaltje. En iedereen is erover eens. Dat moet een rechte lijn worden, die sloot. Aanvankelijk dacht ik, dan gaan we naar het andere paaltje. Maar dat was niet de bedoeling. Het moet zo komen dat ze iedereen evenveel grond hebben. En dit is dus de bedoeling, die sloot wordt rechtgetrokken. En dan gaat dit stukje, die gaat naar Onderdonk. En dat stukje gaat dan naar Varie. Nou, ik vind dat dit een applaus waard is. Even wat anders. U stinkt, uw bedrijf. U bent er zelf geweest. Oordeel zelf. Oordeel zelf. Het stonk niet vanmiddag. Omdat je al 14 dagen bezig is voor de boel op te keuzen. En rond te voeren. U zou uitmesten op zaterdag als zij de was doet. Wij messen uit wanneer het ons uitkomt. Maar ja, als dat toevallig net altijd is, zij de was uithangt. Dat is niet altijd. Nee, dat zal inderdaad een keer de zaterdag voorkomen. Dat gebeurt een keer. Maar meestal is dat gewoon in de weekdag of ja, ja. Nou is het een en ander natuurlijk behoorlijk uit de hand gelopen. Want u wilt een nieuwe rundveestal bouwen. Ja. U heeft een vergunning aangevraagd, heeft u gekregen. Ja. Er gaan 4 mensen in beroep. Ja. Klopt. Klopt. Waaronder u? 5. U bent de enige die nog over is. Ja. Maar als ik u nu zou vertellen dat beroep van u bij de rechtbank geen enkele kans van slagen heeft, wat zou u doen dan? Ja, wat er zo. Ik ga hier eerlijk zijn. Ik ben er lichtjes van bewust dat die schuur er gekomen. Maar het gaat mij puur erom dat een ander bedrijf hem aan al die milieueisen moet doen. En allemaal. En dat daar zo makkelijk gaat. Met alle respect, het is u toch uitgelegd? Ja. Ze hebben gezegd,
Dat u bang bent voor milieuovertredingen, dat is een kwestie van handhaving. Dat gaat niet over de bouwvergunning. Met andere woorden, we moeten die bouwvergunning verlenen. We kunnen hem niet weigeren. Ja, maar en dan? Als er dan een milieudelict is, dan moet je bouwen en dan komt zo. Dan weet je zoek van niks. Dan is het misschien te laten. Het is u dus uitgelegd dat de bouwvergunning verleend moet worden. En toch gaat u in beroep. Ja. Oké. Ik ga straks natuurlijk een uitspraak doen over de juridische kant van de zaak. Hè, voor de eisen. Maar ja, zijn daarmee de problemen uit de wereld? Van mijn kant wel. Ik wel overeenkomen. Ik hoop het. Want, het is al veel te lang bezig. Want hoe lang duurt het nu al? In 98 is er een vechtpartij geweest. Tussen u en? En hem. En zijn vader. Ja, wie? Mijn vader was al. Is zijn vader wel. En in 2005, daar stond hij met zijn trakker en mijn vruchten. En is het toen gevochten? En dan is er ook gevochten. Hij kwam van zijn trekker af. En John kwam eraf van de trekker. En dan heb ik naartoe gesprongen naar zijn kophaar. En dan heb ik hem zo naar beneden getrokken. En dan heb ik hem 60 meters door de vruchten getrokken. Totdat er een auto afkwam. En dan heb ik hem losgeluid. En dan kost ik op de weg lopen. Maar daar bent u nooit voor veroordeeld? In Benoten, waar jij nog 200... Maar dat is dikke zever. Dat is geen waar. Dat is wel. Zal ik het een keer vertellen hoe dat zit? Ja, alleen vertel op. Ja, ik ga het een keer vertellen. Ja, vertel op. Dat was een container. Nee, was geen dat was geen container. Dat was geen de ketter. Zweeg nu een keer. Hij had dus iets verteld. Op politiebureau, hij had ook al verteld. We hadden een klop in uw en uw naam gehad. Nee. Jij? Ik had nu meer getrokken. Dat is geen waar. Ja. Maar hij is die vierkant aan het liegen. Zo liegen. Zo liegen. Ja, ja. Oké. Mag ik nu een keer mijn verhaal doen? Ja, natuurlijk. Vertel me. Ik word een vette uit die container aan het doen. We zien Johanna kom. We zien Johanna kom. Ik zit in die container. Ik klem er net uit. Ik zie Vari naar zijn trekkertje gaan. Naar zijn open trekkertje. Geen cabine. En ik knal zo. Een harde klap. Ik had nooit gezien. Je zegt dat hij een klop had. En het proces was dat hij een klap had in zijn nek. Er waren drie mensen bij. Deze twee en u. Ja? Dus het interesseert me niet zoveel wat een proces voor baan staat. Ja? Heeft hij hem geslagen? Niet ik? Moe, alstublieft. Ik heb hem kan toch wel zelf gezien zijn. Het proces staat. Oké. En dan komen we bij dat trieste gebeuren met de trekker. Ja. Want u bent met de trekker op hem ingereden. Ja, maar hoe komt dat? Hoe komt dat? Ja, dat heb ik gelezen. Hoe het kwam. Vooral. U zegt dat u heeft hem in zijn gezicht gespuugd. Ja, dat is de oorzaak van alles. Daar ligt u niet. Nee, 100% niet. Ik lieg dan niet. En die vraag is ook aan u. Ja, ik heb nooit gedaan. Goed. Nog nooit geweest. En is er nog iemand dat weet? Ik sluit de hoorzitting. Ja. Ik heb het allemaal wel gehoord. Een verzoening zit er niet in. Meneer Visser, dat is zo. Wij hebben een vredelievende familie. Godverdomme, dan gaan we weer. Mevrouw, ik en mevrouw komen super akkoord. Ik heb een super zoon. Dat is mijn beste vriend. Dat is mijn beste vriend. Ik heb maar één vriend. Dat is hem. Die vriend. Hoeveel achte vrienden heb je? Acht, hè? Bij de familie van Rie was dat altijd vanaf vroeger als van huis uit haat en verneem. Van hoe zou je dat nou horen dan? Lijkt dat je dat verhulken verteld hebt van mevrouw ook. Zet me zelf verteld. Jong, toch. Zet me verteld. Wat toe, jongen. Zet je hier ze. Hij zo niet goed bij. Wanneer zet je dat hier allemaal? Ja, maar het ik weet voldoende. Hebben we hen erover? Ik zie u straks terug. Ja, voor de uitspraak. Dank u wel. Het was een lieve man. En je gezicht stond je klantje mooi praten en achteraf, dan leid je een luur af. En de buurman is gewoon een onbeschofte en arrogante man waar wij niet kunnen mee praten. Wij kunnen daar niet mee praten. Familie van Rie, hoe is het gegaan? Toch wel, ja. Ik had verwacht. Hart in je hart. Redelijk wat leugens dan de vertaaltje. En ik had gezegd dat hij maar één vriend had. En dat is waar. Anders had hij geen vriend. Is het überhaupt mogelijk tussen jullie? Rust. Van onze kant waar. Nou, wij laten hem eigenlijk altijd met rust. Jullie zien daar nog hoop? Nee, maar ik denk andersom dat hij niet gaat. Die gaat altijd wel weer. Misschien toch wel, denk ik. Maar meer? Altijd. Moeilijk misschien. Moeilijk. Dames en heren, na een lange emotionele dag, waarop er heel wat oude koeien uit de sloot zijn gehaald, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En er spelen een paar dingen. Mag de familie Onderdonk gewoon door met de bouw van hun schuur? En mogen ze op hun eigen erf lekker een beetje blijven stinken? En wat doen we met de sloot? De man die op al deze vragen het antwoord heeft, is er klaar voor, mag ik u allemaal vragen voor zover mogelijk om te gaan staan. Want hier is meester Frank Visser.
Goed. Uitspraak in de zaak tussen de families Van Rie en Onderdonk. Ik begin met De Sloot. Nou, partijen zijn het over één ding eens geworden. Te weten, het rechttrekken van die sloot met een eerlijke uitruil van grond. En dat alles op gezamenlijke kosten. Ik stel vast dat partijen nu ook verplicht zijn om die afspraak na te komen. Dus als u zich bedenkt, dan gaat het geld kosten, want ik zal daarop een boete stellen van 10.000 euro te betalen aan de tegenpartij, als iemand toch niet wil meewerken. Dan nu de kwestie van De Stank. Partijen wonen in een agrarisch gebied waar het geregeld stinkt naar mest en kuilvoer. Binnen de wettelijke grenzen hebben partijen dit van elkaar te accepteren. Dan de nieuwe stal. De nieuw te bouwen stal voldoet aan alle wettelijke eisen. En die zal er dus komen. En dat weet Van Rie ook heel goed. Dochter Sabrina heeft dat ook met zoveel woorden toegegeven. Natuurlijk staat het Van Rie in beginsel vrij om beroep in te stellen bij de rechtbank tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. Maar het wordt anders als dat beroep tegen beter weten wordt ingesteld, alleen om Onderdonk dwars te zitten. Mede gelet op een lange geschiedenis van ongegronde klachten tegen Onderdonk, oordeel ik dat Van Rie zich daaraan inderdaad schuldig maakt. En dat is onrechtmatig. Onderdonk leidt daardoor aanmerkelijke schade. En ik zal Van Rie daarom verplichten om het ingestelde beroep binnen 2 weken na vandaag in te trekken. En als u dat niet doet, dan kost dat, dan moet u een boete betalen aan Onderdonk van 20.000 euro. En dan hoe u met elkaar omgaat. Je hebt ruzies en ruzies. Maar dit is er wel eentje van een hele slechte soort. Gelet op het nodige geweld in het verleden, maak ik me zorgen over de toekomst. Ik zal daarom met onmiddellijke ingang een fysiek contactverbod opleggen. Als een van de partijen het in zijn hoofd haalt de ander fysiek te belagen, verbeurt hij aan de ander een boete van 25.000 euro. Dus handjes thuis voortaan, anders wordt het heel veel geld betalen. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Walter en John, gefeliciteerd. Om in bokstermen te blijven, jullie wel bekend. Een goede linkse directe. Ja, zo kan je het zeggen, hè. Blij? Tuurlijk. Natuurlijk, zo moest je nu niet blij zijn, hè? Nee, wou zeggen. Ja? Ik zie hier 2 stralende mannen staan. Goed zo. Wat is jullie reactie? De sloot komt er en ik hoop dus dat er nu rust komt. Dat hoop ik ook. En daarvoor heeft meester Visser niet mis te verstaande maatregelen genomen. Namelijk een fysiek contactverbod. Dus elke klap die jullie uitdelen gaat vanaf nu 25.000 euro kosten. Ja, en daar kun je hele leuke dingen van doen. Dus wat dat betreft, mannen, gaan we ons daaraan houden, hè? Ja hoor, ik wel. Geen probleem. Ja. Maar zullen we elkaar dan nu een hand geven om... Nee? Nee. Ik denk, ik sluit hem positief af. Dikke streep eronder. Nee. Farrie, alsjeblieft. Nee. Sabrina. Ik wil John een hand geven, maar Walter, ik heb nu gezegd in de rechtszaak. Een gedeeltelijke hand. Misschien moet de jonge generatie het dan gaan doen. Zullen we dat afspreken? Die ouderen, die gaan niet meer knokken met elkaar. Als jullie het nou gaan doen. Mag ik u allemaal bedanken voor uw komst. En nogmaals van harte gefeliciteerd. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Poeh, als we één ding geleerd hebben vandaag... als een Zeeuwse boer het in de kop heeft, heeft hij het niet in zijn kont. Nee, zeker niet. Ik vond u streng vandaag. Ja, maar dat was ook nodig. Want weet je, in een zaak als deze, als je niet heel duidelijk bent... dan vallen de dooien. Ja. Zit u nou thuis te kijken en wilt u ook voorkomen dat de dooien vallen? Wacht dan niet langer. Mail of bel ons, komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zo is dat. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Lekker naar huis. Ja. Het is misschien heel gek, hè? Het is al na middernacht. Ja. Maar ik zou toch een moord doen voor zo'n lekkere Zeeuwse bolus. Kost je wel 25.000 euro boete. Nou, voor een goeie zou ik het over hebben, hoor. Gadverdamme.